Alles gaat door. Nederland draait door. Goedenavond allemaal, was even aflevering van Nederland draait door. Aflevering eigenlijk een soort van bespreking van de persconferentie die vanavond is geweest. Van Demissen en minister Rutte. Demissionair Hugo de Jonge, ja. Ja mensen, eigenlijk is het eigenlijk een beetje voor de boel in Nederland, laten we eerlijk zijn. De cijfers, ik had zelf dit eigenlijk niet verwacht dat Rutte een beetje zo paniekerig werd in de persconferentie, want hij was wel, laten we eerlijk zijn, hij was wel een beetje wat, wat paniekerig over het virus. En dat snap ik wel, want die Omicron variant die in Nederland nu aan een opmars bezig is, die is behoorlijk, die is behoorlijk snel aan bezig. En ik heb eigenlijk eerder met de begeleider heb ik het over gehad over die vaccinatie van over dat het die vaccinatie of dat hoe dat eruit gaat zien, zeg maar. Ik denk zelf dat we dat misschien, het klinkt misschien een beetje raar, zeg maar. Maar dat we dan ieder jaar ons moeten laten vaccineren tegen het virus. Want als het virus, als het, want moet je horen hoe hij klonk en zo. En ja, dus ja, dat vond ik wel een beetje bizar, zeg maar. Maar ja, het was een sombere kerst, laat eerlijk zijn. En ja, het is een beetje... Klote dat allemaal, het wordt wat voorzichtiger, zeg maar, in Nederland. Moet wel opletten, en de scholen gaan ook dicht, dus ja. Een rare tijd, laat eerlijk zijn. We gaan daar gewoon uitgebreid over hebben, van wat is mijn mening erover. En wat was wel slim en wat is niet slim. Ik heb daar wel een filmpje van, maar... Ja, ik heb zeg maar die onderwerp heb ik al in januari setting opgezet. Want ja, wacht even. Wait for it. Onderwerp. Nederland, let door. Onderwerp dinsdag. Onderwerp dinsdag op deze dag. Ja, onderwerp dinsdag. Ja, natuurlijk de dag natuurlijk dat... dat natuurlijk die... persconferentie was natuurlijk en dat alles weer een beetje op slot gaat. Waarom? En wat staat hier? Daarom verlengt het kabinet de maatregelen die sinds 28 november ingingen tot 14 januari. Dus dat betekent dat alles langer doorgaat. Het zou eerst 3 weken duren tot ongeveer 8 januari, maar dat is verlengd naar 14 januari. Dus vrijdag 14 januari, of die week daarvoor zeg maar, horen we waarschijnlijk meer erover. Over wat er gaat komen met na 14 januari. Of we dan echt verder in de lockdown gaan. Of dat we toch langzamerhand eruit gaan. Ook gaan de basisonderwijsscholen voor een speciaal verband basisonderwijs en de BSO de week voor de kerstvakantie dicht. De BSO is tijdens de kerstvakantie van de scholen wel geopend. Het basisonderwijs staat er weer op maandag 10 januari 2022. Op 14 januari 2022 wordt de situatie opnieuw beoordeeld. En het kan zijn dat het inzicht het OMT over de Omicron variant aanleiding geeft om dit weegmoment te vervroegen. Dat betekent dus dat er misschien eerder een persconferentie is. Laat eerlijk zijn, 14 januari 2020, dan komt de show wel weer in januari. Want ik ben zeg maar eind december is gewoon voor mijn ogen een beetje een feestmaand voor mij. Dus dat zijn we niet live, maar we lachen het jaar uit. 30 december of 29 december zijn we wel gewoon live. Zoals van. Maar voor de rest zijn we niet echt, zijn we na de persconferentie dan op die dag, zeg maar, zijn we niet live. Nee. Nou, voor iedereen geldt natuurlijk, blijf zoveel mogelijk tijd. Toch de deur uit, beperk je contacten. Nou, dat is sowieso en houd natuurlijk 1,5 meter afstand. En ontvang thuis niet meer dan 4 personen vanaf 13 jaar per dag. Ga maximaal 1 keer per dag op zoek. Wij zijn met 5 personen per dag op eerste kerstdag en tweede kerstdag zeg maar, met elkaar in het huis. Zeg maar we gaan gewoon een QR-code gebruiken. Ik heb een app zeg maar, op mijn telefoon. Nou, die heb ik nu niet, want die zit zeg maar hier. Die zit helemaal hier, zeg maar.
die zin naar me te kijken. Maar ik ga gewoon scannen pakken en dan laat ik het gewoon scannen, ja. Het klinkt misschien een beetje stom, want het is toch wel een beetje je familie. Maar alsnog, ik... Ja, gewoon, ik doe dat gewoon, klaar. Mensen vanaf 70 jaar wordt geadviseerd om zoveel mogelijk om contact te bewerken. Ook met kinderen en anderhalve meter afstand te houden. Ja, jammer natuurlijk. Je kan natuurlijk ook gewoon, ja, dat klinkt misschien ook stom. Ja, voor de raam, zeg maar. Voor de raam contact houden. Ja, dat noemen we denk ik weer aan maart 2020, want dat was ook heftig. Anders is het heel lastig. Want ja, die mensen van 70 jaar, die willen natuurlijk ook gewoon kerst vieren natuurlijk. Wat ik behoorlijk begrijp. Vervelend hoor. Een mondkapplicht vanaf 13 jaar gaat in rond het openbaar vervoer natuurlijk. Dat geldt overal, maar niet buiten. En als je rondloopt op school of in de publieke binnenruimte, zoals winkels, musea en de horeca, moet je gewoon een mondkapje dragen. Gewoon verplicht, vind ik goed idee. En ja. En de corona toegangswijze, ja, dat wordt natuurlijk wel dat even achterwege gehouden. Want het wordt volgens mij ergens begin februari wordt het pas ingezet, volgens mij. Dacht ik. Ja, wat die staat in corona toegangswijze is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar in de horeca, theaters, concertzalen, musea's, binnensportlocaties en bioscopen. Ik geldt ook verplicht de zitplaats voor allemaal met afstand. Voor de meeste locaties en evenementen geldt een sluitingstijd tussen 5 uur en 5 uur 's ochtends. Nou, dat geldt ook in de essentiële winkels zoals supermarkten en de drogisterijen zijn open tot 8 uur. En dan vraag ik me eigenlijk af hoe gaan ze dat doen met kerst? Want als alle winkels en restaurants vanaf 5 uur gewoon op slot moeten, ja, dat wordt een eenzame kerst, ben ik bang. En ik denk zelf dat kerst dan überhaupt niet doorgaat voor veel mensen want zelf. Balde ik enorm dat zeg maar die tweede kerst gaan we altijd met z'n vijven gaan we altijd polen en dan gaan we eten, maar dat gaat helaas niet door, want we waren daar bij de Grote Kerst in Leeuwarden, maar dat hebben we wel geboekt. Maar het restaurant boven, zeg maar, bij de Grote Keizer is failliet. Dus dat is een beetje het zonde. En daar baalde ik echt enorm van. Want ja, kerst. Want ik kon vorig jaar ook niet met kerst uit eten. En dit jaar weer niet. Dus daar baal ik echt enorm van. Maar ja. Ik denk dat ik niet de enige ben. Specifieke dienstverlening zoals notaris, advocaat, hypotheek, adviseurs en medische contactberoepen hebben normale openingstijden. Oké. Amateursport, wedstrijden en trainingen. Maar wat zou ik dan doen bij de restaurants en cafés? Ja, dan zou ik zeg maar doen. Alles afzeggen. Dat denk ik dan. Alles afzeggen. Want anders lukt het denk ik gewoon echt niet. Dat je met iedereen zeg maar. Iedereen in de. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Iedereen in de. Iedereen de kans geven, zeg maar. Ja, dat werkt dan gewoon niet. Dat is misschien heel zuur voor heel veel mensen, maar ja. Het is keiharde waarheid, eerlijk gezegd. Ja. Specifieke dienstverlening, zoals notaris of. Ik moet even dat onderlezen. Ik lach als verkeerd. Amateursporters, wedstrijden en trainingen is tussen 5 uur en 5 uur 's ochtends niet toegestaan. Topsporters, trainen en wedstrijden spelen en professionele beoefeningen van kunst en cultuur mag wel na 5 uur zonder publiek. En dat vind ik raar. Ja, natuurlijk, dus een werk, dat snap ik volkomen. Maar aan de ene kant is het eigenlijk niet eerlijk voor de mensen die graag hun hobby willen spelen in de amateursport, zeg maar. Hun hobby. Ik heb ook een hobby, dit is mijn hobby. En YouTube-kanaal is natuurlijk mijn hobby. Maar dat de topsporters mogen wel. Maar daar heb je het eigenlijk van, hè? Van de sporters op televisie, daar heb je het eigenlijk van. En als dat niet allemaal door kan gaan, ja, dan bouw je. Ja, misschien zeg ik het allemaal een beetje verkeerd. Wat zou ik bedoelen? Ik hoop dat jullie het snappen.
En dat zie je niet uit, ik weet het. Ik heb er veel te veel van die mee-eaters op mijn lip staan, maar even tenzijde. Op de doorstroomlocaties gaat de maximum van 1 bezoeker per 500 meter. Nou, het hoger onderwijs gaat ook dicht volgens mij. In het hoger onderwijs gaat de maximaal groepsgrootte van 75 personen op 1,5 meter afstand. En in theater en concertzalen mogen maximaal 1250 mensen. Nou, tijdens werk aan fitness werk thuis kan er niet houden op het werk altijd 1,5 meter afstand. En ja, de boostercampagne, die, wat ik al eerder in de uitzending al zei, die boostercampagne die gaat, die wordt doorgezet. Dat vind ik wel mooi, want ik heb er nou, voor de mensen die vrijdag niet hebben gekeken, maar ik heb de boosterprik al gehad, die is binnen. Daar ben ik aan de ene kant best wel blij mee, want ik wil zelf het Omicron variant niet, terwijl hij niet besmettelijk is, zeggen ze. Maar ja, elk lichaam reageert er anders op dan andere lichaam, dus ja. Ik ben er blij mee dat ik het booster vaccinatie heb. Maar wat hier staat, vanwege de Omicron variant krijgt elke 18-plusser uiterlijk in de tweede helft van januari een booster aangeboden. Een booster kan helpen om de bescherming tegen het variant te verhogen en de verspreiding tegen te gaan. Even slikken. Tot nu toe worden we gevaccineerd van oud naar jong en dat blijven we doen. Het ruimt ook weer. De booster wordt aangegeven na 3 maanden in plaats van 6 maanden. Na 3 maanden, in plaats van na 6 maanden. Oh, nou, volgens mij werd er gezegd in de persconferentie dat het na 6 maanden gewoon de boosterprik werd gedaan. In ieder geval bij mij wel. Na de laatste vaccinatie of doorgemaakte coronabestelling. In totaal krijgen dan 8,5 miljoen mensen volwassenen en booster aangeboden. Voor het eind van het jaar krijgen bijna alle 60-plussers een uitnodiging voor een booster. Oh man. Nou, dan moeten ze snel opzitten, want het is al 14 december, het is al medio december al bijna, dus ja. Dit was de aflevering voor Nederland door voor dinsdag 14 december. Wij zijn er lachend het jaar uit op 30 december of 29 december, maar we zijn niet, als er een persconferentie is, zeg maar, zijn we daar niet bij, want ja, ik heb ook een beetje vakantie natuurlijk, ja, sorry dat ik het zeg, maar ja. Ik denk dat dat veel programma's dat zijn. Wij zijn er 29 of 30 december weer met een aflevering. En de reguliere uitzending is gewoon 7 januari weer op een vrijdag. Tot dan en een fijne kerstdag. En een fijne kerstdag, hè. Alles gaat door. Nederland draait door.